Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van NW2 Campaign Remastered. We zijn aangekomen bij een nieuwe missie. En we gaan kijken wat we gaan doen. Volgens mij zaten we in Brazil. Je hoort de Brazil muziekje al. Russians must have copied the ACS module. Got the key to every lock in America. And they're killing 1,000 Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all out of friends. I've been harassed or denied. I know a guy. Let's find a payphone, if they still exist. All we got out of Rojas is that the only guy Makarov hates worse than Americans is locked up in a gulag. That's all we've got. If this con's the bait to catch that psychopath, let's hang him from a tree. De gulag. Ja, dat klopt. We waren in Brazilië. Sir, the militia's closing in. Almost 200 of them, front and back. We're gonna have to fight our way to the LZ. Let's go. What about Rojas? The streets will take care of him. Works for me. Nikolai, we're at the top of the favela, surrounded by militia. Take the chopper to the market. Do you copy? Over. Okay, my friend. I am on the way. Tango to ground level delivery. Oh, ik heb de UMP. Die wel goed was. En niet te strijken, maar goed. En we hebben een speciale wiet gevonden natuurlijk. Oh. Daar aan het snipen. Ik wil eigenlijk die pistooltje wel weg hebben. Yo, bro. God. Ook goed. Die scar is wel even fijn voor die lange afstanden. En mijn geluid staat echt keihard. Wat is dat? Hey. Ik dacht al, wat schiet er nou altijd op mij? Maar het is gewoon die die machine gun op die auto. Wauw, ik was niet eens in de buurt van die auto. Oh mijn god. Oké, nou, laten we dan overnieuw gaan. Ik was totaal niet in de buurt van die auto, maar goed. Zo. Oeh, waar dan? Ja,
Daar is hij wel even achter. Moet die auto niet weer ontploffen? Dan word ik kutje mad. Je kunt zien hoe erg Brazilië wel niet is met qua oorlog. Maar ja, het hoort er allemaal bij dus. Boom. Waar die MP5 maar ja. Maak ietsjes meer mee. Ah, ga je helemaal in de weg mee, hoor. Oké. Ik ga via die huizen langs, denk ik. Dat is ietsjes veiliger. Hij heeft die dubbel shotgun. Dan gaan we niet meer spelen. Oh, oh! Net zeggen, ga ik wel niet winnen ook nog van die kerel. Oh, goede body stacking. Goed bezig, vaker doen. Die huisje daar. Ik zal het gewoon doen. Waar dan? Niemand was in die huis. Helemaal niemand. Wauw.
I'm only dead. Zitten ze daar weer, natuurlijk. Kijk, wat is hier helemaal niemand? Ja, hier zal niks meer zitten, denk ik. Er wordt echt een aflevering dat ik vaak doorga. Is er een nadeel bij dat hele Brazilië is met zulke missies? Ik kan gewoon werkelijk gewoon op dak lopen. Gaat hem alleen maar uit. Okay. Dat is ook een bekend plekje. Overal, man. Dat is niet normaal. En waar zitten ze nou? Ze zitten hier toch?
Oh wacht, ligt er eentje daar gewoon. Push wel gewoon door, joh. Hij was voor mij nog niet volledig dood. Jawel. Oké, nice. Moeten we hier even oppassen. Kijk, maar dat bedoelde ik. Er staan hier wel wat. Oh ja, klopt. Dit hele stuk was ik al vergeten. Oh, wat een lekkere missie is dit. De hele NW-series van NW 1, 2 en 3 is echt een hele goede verhaallijn aan. En ja, dat is gewoon dope. Ik vind het echt de beste KP-missies wat er is. Samen met BO 1 en 2. Laten we zeggen verhaallijn. Positioned a striker from the 8th Armored. Honey Badger's a mean bitch, sir. She'll walk you in. The Russians are burning through our defenses and our intel. Can't let them take this corner. Just point it out on the map, sir.
They won't take it. That's actually douche. Deze missie ken ik ook. Ik heb echt heel klaar aan deze missie. Omdat, dit is zo'n missie die kon je ook bij een spec ops doen. En die was echt heel moeilijk. Maar goed, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en like te doen. Ik zie jullie elke dag op 3 uur weer een nieuwe video. Of ik zie jullie daar wel weer bij. Wij gaan, ja, gewoon weer genieten van de volgende aflevering. Of video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en like te doen. Ik zie jullie later. En dan volg me even op Insta. Jongens, bedankt voor het kijken. Pauw.